Het was niet iets wat iemand, een extremist, had verzonnen. Het waren letterlijk wat die kinderen leerden op die scholen. Waren letterlijk soera's uit de Koran. Er zijn geen twee soorten islam. Er is maar één islam. En dat is de islam van het leven van Mohammed, van het boek de Koran. Er zijn gematigde en niet gematigde moslims. Als de heer Dijkhoff dat bedoelt, heeft hij daar gelijk in. Maar er is maar één islam. En die discussie in dit land over moskeeën, over islamitische scholen, voeren wij hier al 15 jaar. En u heeft werkelijk, meneer Dijkhoff, in die 15 jaar helemaal niets gedaan. En als u het heeft over het wegsturen van het bestuur van het Haga Lyceum, duurt dat, las ik. Een bestuurskundige zeggen 2,5 jaar als ze alle beroepsprocedures uitventen, wat ze zullen doen. Dan gaan ze pas over 2,5 jaar weg. Maar dan nog, dan komt er vanuit Saoedi-Arabië komt er een ander bestuur. Komt er een nieuw bestuur met dezelfde mensen en dezelfde ideeën en dezelfde boeken. En dan begint u weer van vooraf aan. U heeft er niets aan gedaan. Er is maar één oplossing. En dat is dat we die kinderen, als we willen dat ze in Nederland opgroeien, dat ze participeren in de Nederlandse samenleving, dat ze een baan krijgen, dat ze vrienden krijgen, is dat we die ellendige haatscholen voor die kinderen, dat we die verbieden en dat we ze naar normale scholen laten gaan. Dat is de oplossing.